Goed zo. Dus wat we voor de pauze hebben gedaan is naar de transportvergelijking kijken en die wat versimplificeren door naar een 1D of één richting transport te kijken. En dan konden we wel oplossingen krijgen die ook nog wel belangrijke resultaten laten zien. Zoals bijvoorbeeld de build-up van fluence rate vlak onder de rand. Even een stap terug. We kunnen het transport van licht dus op een aantal verschillende manieren beschrijven. Eentje daarvan is natuurlijk als een elektromagnetische golf. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben toen we naar OCT keken. Dat is dan de meest geschikte manier om naar te kijken. We kunnen lichttransport ook beschouwen als ballistische fotonen. Dus fotonen als kogeltjes eigenlijk met een bepaalde richting en een bepaald gewicht. Zoals in de Monte Carlo simulaties. We kunnen de hele transportvergelijking oplossen, zoals we voor de pauze hebben gedaan. Maar wat we ook kunnen doen is het beschouwen als een soort concentratie van licht, beschouwen als een soort concentratie van optische energie. Die diffundeert langs een bepaalde diffusiegradiënt. En dat is eigenlijk wat we nu willen doen, wat ik nu wil doen. Die laatste manier om ernaar te kijken, die is snel, in de zin snel dat het vergelijkingen geeft die inverteerbaar zijn. Dus je kan een stel metingen, kan je snel inverteren zodat je van gemeten reflectie bijvoorbeeld naar een set optische eigenschappen kan gaan. Over het algemeen is het heel nuttig. Je kan het in de meeste geometrieën kan je deze theorie, of deze benadering, goed toepassen. Een additioneel voorbeeld is dat je het ook kan afleiden uit die transportvergelijking. Wat een beetje een connectie met de echte waarheid, met de ground truth geeft. Dus dat is ook een nuttige eigenschap. Dat komt uiteraard met een aantal nadelen. Deze diffusietheorie is niet zo vreselijk goed om lichttransport te beschrijven vlakbij bronnen. En is ook niet zo goed om lichttransport te beschrijven in weefsels met hele hoge absorptiecoëfficiënt. Dus waar veel absorptie is. Dat is een beetje gerelateerd aan de aannames, aan de impliciete aannames in die theorie. Als je licht als diffusieproces beschrijft, dan ga je er impliciet vanuit dat het licht geen preferente richting geen preferente transportrichting heeft. Dus elke richting, elke fotonrichting zou even waarschijnlijk moeten zijn. Dat gaat goed als je veel verstrooiing hebt. Als licht veel verstrooiingsevents heeft ondergaan, dan is de richting heel vaak veranderd. En dan uiteindelijk is de richting van de individuele fotonen, of de gemiddelde richting van transport is gerandomiseerd. Dus dan werkt dat wel. Het werkt natuurlijk niet als je vlak bij een laser, een laserbron zit. Dus op de plek waar het licht het weefsel ingaat, zullen de meeste fotonen nog steeds de richting van die laserbundel hebben. Dus daar werkt die aanname, die inherente aanname werkt niet. En dan zal je dus ook geen goede voorspelling van de waarde krijgen. Voor hoge absorptie geldt een beetje hetzelfde. Als er heel veel absorptie is, dan komt het licht er simpelweg niet aan toe om vaak verstrooid te worden. Omdat het dan het al afgevangen is na een paar verstrooiingsinteracties. Dus als er te veel absorptie is, dan wordt het licht niet, het overblijvende licht wordt niet voldoende gerandomiseerd om aan deze aannames te doen. Maar goed, daar komen we later nog wel even op terug. Laten we eerst eens kijken hoe dit er dan uitziet. Even terug naar de definitie voor de fluence rate. Was de hoeveelheid vermogen die door een oppervlakte-eenheid op een plek R gaat in alle richtingen. Dus watt per vierkante meter, eenheid watt per vierkante meter. Uiteraard, vermogen is energie per tijdseenheid. Dus dit is equivalent aan te stellen dat het de hoeveelheid energie is door die oppervlakte-eenheid per tijdseenheid. Ook weer in alle richtingen. Dus joule per seconde per vierkante meter. Nou zou je de concentratie van optische energie kunnen definiëren als symbool C. Concentratie is per volume-eenheid, dus dat wordt dan joule per kubieke meter. Nou, en omdat licht met de lichtsnelheid reist, of in weefsel of in een medium met een snelheid C gedeeld door N, waarbij N dan de breeksindex, meter per seconde, kunnen we deze
kunnen we deze vergelijkingen aan elkaar knopen. Dus de fluence rate is evenredig met de concentratie van optische energie. En de evenredigheidsconstante daar is, of de evenredigheid die je daar nodig hebt, is de lichtsnelheid. Met andere woorden, de fluence rate is een maat voor de concentratie van optische energie in het weefsel. Als we dit als lichtpropagatie dan als diffusieproces willen beschrijven, dan hebben we de wetten van Fick nodig. De eerste wet van Fick, diffusiewet, beschrijft de movement, beweging langs een concentratiegradiënt. Dus een netto flux, J in deze algemene notatie, is dan evenredig met de concentratiegradiënt dc dx. En met een bepaalde diffusiviteit, de evenredigheidsconstante g. Het minnetje in die vergelijking laat zien dat de beweging altijd tegen de concentratiegradiënt ingaat. Dus van hoge concentratie naar lage concentratie. Als we even naar de eenheden kijken van deze vergelijking, bijvoorbeeld als we het over netto flux van licht hebben, dan heeft dat eenheden watt per vierkante meter. De concentratie van optische energie was joule per kubieke meter. Dus als we dat nog een keer differentiëren naar een spatiële coördinaat, dan krijgen we joule per joule keer meter tot de macht van min 4. Dus om dat aan elkaar te knopen, hebben we een constante nodig, een diffusiviteit van meter kwadraat per seconde. De diffusiviteit. Voor licht, omdat we voor licht de lichtsnelheid hebben in meter per seconde, kunnen we deze in die diffusiteit incorporeren. Dus we schrijven dan g als c keer d, waarbij d, nu eenheden lengte, eenheden meter, is dan de diffusiecoëfficiënt. Samenvattend, als we lichttransport dus als diffuus proces, als diffuus transport willen schrijven, dan hebben we de fluence rate als maat voor de concentratie van fotonenergie. Het licht zal zich dan verplaatsen langs gradiënten in de fluence rate, dus van hoog naar laag. Dus de netto flux, de eerste wet van Fick, de netto flux in fotonenergie is dan evenredig met de gradiënt van de fluence rate. En de evenredigheidsconstante hier is de diffusiecoëfficiënt D. Als we even naar deze laatste vergelijking kijken en even terugdenken naar het 1D-geval, daar hadden we het 1D-geval van de hele transportvergelijking, daar hadden we eenzelfde soort vergelijking. Staat weliswaar andersom, maar toch, dv dx is min een bepaalde constante keer de netto flux. Dus dit heeft dezelfde vorm, met dezelfde grootheden. En we zien dus nu ook al in welke hoek we de diffusiecoëfficiënt moeten zoeken. In termen van die optische eigenschappen. Dus als we dit zouden omschrijven in het formaat van een diffusiecoëfficiënt, dan zien we een 1D diffusiecoëfficiënt van 1 gedeeld door mu A plus 2 keer mu B. Of als we dat nog weer schrijven in termen van die 1D anisotropie factor, dan zien we dat de 1D diffusiecoëfficiënt gelijk is aan 1 gedeeld door mu A plus mu S keer 1 min die G. De anisotropiefactor. En ook de effectieve attenuatiecoëfficiënt. De effectieve attenuatiecoëfficiënt kunnen we dan ook weer schrijven in termen van deze diffusiecoëfficiënt. Goed. Dat is één manier om aan de diffusiebenadering te komen. Door er gewoon vanuit te gaan dat het een diffuus proces is. En dan door te rekenen en kijken wat uitkomt. We kunnen hem zoals gezegd ook afleiden uit de transportvergelijking zelf. Dat ga ik natuurlijk niet voordoen. Maar de stappen zijn ongeveer als volgt. Je moet het eigenlijk vergelijken met een soort Taylor ontwikkeling. Dus waarbij je, als je een ingewikkelde functie hebt, dan kan je daar een Taylor ontwikkeling van schrijven. In termen van de waarde bij x is 0 bijvoorbeeld. En dan keer de waarde van de afgeleide op x is 0. Plus een term waar de waarde van de tweede afgeleide op x is 0 in zit, enzovoort. Zo kan je ook de termen in deze diffusievergelijking kan je Taylor ontwikkelen of serie ontwikkelen. In dit geval, omdat dit het makkelijkste schrijven is in bolcoördinaten, is het, uh, is het, uh,
handiger om daar geen polynoomontwikkeling van te maken, maar een sferische harmonische ontwikkeling. Dus je gaat de radians L, de grootheid in deze vergelijking, ga je schrijven als een serie van die sferische harmonici, harmonics. De fasefunctie is de tweede functie die hierin zit. Dat is een scalarfunctie, dus die wordt dan geschreven als ook als een serische expansie, maar dan van de Legendre-polynomen. Het lijstje van die Legendre-polynomen zie je daar in deze tabel staan. Nou, net als met een Taylor-ontwikkeling, als je een benadering wil doen, dan kap je die af naar een aantal termen. Dus dat kan je ook hier doen. Dus je kan nogmaals, je pakt die transportvergelijking, de grootheden in de transportvergelijking, dus de radiantie en de fasefunctie. Daar schrijf je een reeksontwikkeling van in sferische harmonie. Hoe heet dat eigenlijk? Sferische harmonische termen voor de radiantie en in Legendre polynomen voor de fasefunctie. En die kap je af in dit geval naar de eerste orde term. En dat geeft je de diffusievergelijking. Je kan dat doen naar in het meer algemene geval kan je dat doen naar een n-aantal termen. Dus dan moet je hogere orde termen meenemen. Even over de fasefunctie. De fasefunctie die hier in de vergelijking staat, die kunnen we dus schrijven als een reeksontwikkeling van de Legendre-polynomen Pn. Dat het een reeks is, dat zie je door de som hier uiteraard, met een coëfficiënt ervoor die afhangt van de som, maar ook met een term gn hier, de zogenaamde Legendre momenten. Die zijn gedefinieerd door de vergelijking hier, dus het nul door orde moment is dan g0, het eerste orde moment wordt g1, is dan het product van de fasefunctie met de eerste orde Legendre polynoom en dan geïntegreerd, enzovoort. Ja, dus het is in termen van x is cosinus theta. Als je dat volledig zou willen uitschrijven in termen van cosinus theta, dan krijg je dus p van cosinus theta keer het Legendre polynoom van cosinus theta en dan geïntegreerd over sinus theta d theta. Maar goed, dit is de wat compactere vorm om het op te schrijven. N is 0 heeft Legendre polynoom p0 is 1, dus dan zou je hier 1 invullen. Dat betekent dat hier uiteindelijk de integraal van de fasefunctie staat over het domein met alleen de fasefunctie. Daar moet 1 uitkomen omdat de fasefunctie genormaliseerd is. Dus de Legendre coëfficiënt g0 moet 1 zijn. Voor n is 1 die zijn we ook al tegengekomen, want het Legendre polynoom voor n is 1 is gelijk aan x of gelijk aan cosinus theta. Dus wat daar dan staat is in feite de vergelijking voor de verwachtingswaarde van de gemiddelde cosinus. Of de verwachtingswaarde voor de cosinus, de gemiddelde cosinus. Dit was de G1, dit was de G, de anisotropiefactor, zoals we die eerder al gedefinieerd hadden. Dus het eerste orde Legendre moment is gelijk aan de anisotropie. Nou, zo kan je doorgaan voor hogere orders. Als je dat doet, gebeurt er iets interessants. Dus de radiantie wordt ontwikkeld in sferische harmonici tot een bepaalde orde. De fasefunctie in Legendre momenten tot een bepaalde orde. Als je dat voor n termen doet, dan krijg je n zogenaamde similarity relations, gelijkheidsrelaties. Die gelden voor de fluence rate, die gelden voor de reflectance, die gelden voor dingen die je kan meten. Die staan uitgedrukt in deze set vergelijkingen. Mu s, dus neem de bovenste, mu s keer 1 min g1 is mu s ster keer 1 min g ster. Dat betekent dat als jij een set optische eigenschappen mu s en g1 weet te vinden, en een set mu s ster en g1 ster, als dat hetzelfde getal levert, dus mu s keer 1 min g1 is gelijk aan mu s ster keer 1 min keer g1 ster, dan zal dit weefsel, dus met deze set eigenschappen, zal dezelfde fluence rate verdeling hebben, zal dezelfde reflectance geven. Met andere woorden, als je de reflectance bijvoorbeeld of de fluence rate uitrekent voor een set parameters mu s en g1, dan kan je een andere set parameters, mu s ster en g1 ster geven, die dezelfde fluence rate en dezelfde reflectance geven, mits deze vergelijking maar geldt. Als je nou die expansie van de transportvergelijking tot de tweede orde doet, dan krijg je nog zo'n vergelijking erbij.
En dan kan je dus dezelfde analyse maken als je dan een set optische eigenschappen hebt, μs, G1 en G2. Die zullen dezelfde fluence rate, dezelfde reflectance geven als een set μs ster, G1 ster, G2 ster, zolang deze gelijkheden mag gelden. Enzovoort, enzovoort, voor hogere orders. Zolang het product maar gelijk is. Maar goed, voor de diffusievergelijkingen stoppen we al bij de eerste orde. Dus de enige set vergelijkingen die we hier overhouden is de bovenste, die voor μs keer 1 min G1. Die vergelijking is zo belangrijk dat we dat een apart symbool geven. Μs keer G1 wordt μs prime genoemd, de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Dus μs is de verstrooiingscoëfficiënt, μs keer 1 min g is de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Zoals u nu afgeleid is, lijkt dit iets wat gewoon uit de formules komt rollen. Dus een soort mathematisch construct om de vergelijking wat behapbaarder te maken. Dat is natuurlijk ook waar. Maar het heeft ook nog een fysieke interpretatie. Die zal ik je zo laten zien. Dus voor de diffusietheorie houden we alleen de nulde en de eerste orde van die serieontwikkeling. Uiteraard gooi je daarmee hogere orde informatie weg, wat dus betekent dat het maar onder bepaalde limieten echt geldige resultaten gaat leveren. Wat we wel overhouden is deze similarity relation, dus voor μs prime, voor die gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Dat als ik twee weefsels vind die eenzelfde μs prime hebben, dan zullen die dezelfde reflectie, dezelfde fluence rate verdeling, dezelfde enzovoort geven voor alle meetbare kwantiteiten. Dus μs prime is eigenlijk de enige relevante optische eigenschap samen met de absorptie coefficient voor weefsel wat je in de diffusievergelijking beschrijft. Ook dit is equivalent aan dat diffuse proces van foton energietransport. En dus kunnen we ook hier weer, dit zijn weer de wet van Fick voor diffusie. Deze keer nog met een bronterm erbij geschreven. Die had ik in de vorige afleiding maar even genegeerd. Maar die kan je eventueel ook nog toevoegen voor de netto flux en voor de fluence rate. Goed, maar nogmaals, het voordeel van diffusietheorie afleiden uit de hele radiative transport equation, vanuit de hele transportvergelijking, is dat je er een uitdrukking voor die diffusiecoëfficiënt bij krijgt. Dus in de vorige afleiding, waar ik gewoon zei van nou, we gaan er gewoon vanuit dat het een diffusief proces is, dan heb je daar een bepaalde diffusievergelijking nodig. En als we dat even met een schuin oog vergeleken met wat we in het 1D-geval hadden gedaan, dan zagen we wel dat optische eigenschappen daarin kwamen. Als je de afleiding doet direct vanuit RTE, direct vanuit de transportvergelijking, dan krijg je meteen ook een uitdrukking voor de diffusiecoëfficiënt, namelijk 3 gedeeld door μs prime. Gaan we zo nog even op verder. Eerst nog even terug naar die gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Als je naar het linkerplaatje kijkt hier, dit zijn de getallen 1, 2, 3, 4 tot en met 7 geven de locaties aan van verstrooiingsevents. Dus waar je hier naar kijkt, is eigenlijk een deel van een fotonpad. De verstrooiingsevents die vinden hier plaats onder relatief kleine hoeken. De meeste verstrooiingsevents vinden plaats onder kleine hoeken. Dus dat betekent dat we hier met een soort weefsel te maken hebben, een relatief hoge G1. Dat betekent relatief hoge anisotropiefactor, dat betekent dat het meeste licht min of meer vooruit verstrooid wordt. In het blauw zie je dan het daadwerkelijke fotonpad ingetekend. De vorige keer hebben we afgeleid dat als je nou kijkt naar de verdeling van de stapgroottes tussen die verstrooiingsevents, dan kan je daar een waarschijnlijkheidsverdeling voor uitrekenen. En van die waarschijnlijkheidsverdeling kan je dan weer een gemiddelde stapgrootte, mean free path length, uitrekenen tussen die verstrooiingsevents, en die wordt gegeven door 1 gedeeld door de verstrooiingscoëfficiënt, 1 gedeeld door de μs. Als je naar dit blauwe pad kijkt, wat er effectief gebeurt is dat een foton voor de eerste keer verstrooit op locatie 1 een bepaalde richting heeft, en dan voor de laatste keer op locatie 7 daar ook weer een bepaalde richting heeft. En alles wat daartussenin gebeurt is in feite niet bijster interessant. Je zou bijvoorbeeld dit pad ook als volgt kunnen samenstellen door grotere stappen te nemen onder grotere hoeken.
Dus je zou de stapgrootte zodanig kunnen kiezen dat de verstrooiingshoeken als het ware isotroop zijn. Dus in plaats van heel veel verstrooiingsevents onder kleine hoekjes, neem je nu een paar verstrooiingsevents onder veel grotere hoeken. Dus dit geeft je een soort equivalent fotonpad. De grotere stapgroottes die vertalen zich dan in een grotere equivalent mean free path tussen die events. En dat mean free path nu is niet mu s, zoals we net hadden, maar is 1 gedeeld door mu s prime hier, oftewel 1 gedeeld door mu s keer 1 min g. Dus dit is een beetje de fysieke interpretatie van die gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Dus in het echt heb je heel veel stapjes onder kleine verstrooiingshoeken voor de meeste weefsels. Maar dat kan je effectief beschouwen als grotere verstrooiingsstappen onder grotere verstrooiingshoeken. Zodat je het toch nog als een diffuus proces kan beschouwen. Wat je uiteraard in die tekening wel ziet, is dat je ook alweer kan aanvoelen dat deze benadering eigenlijk alleen maar goed gaat als je in het echt voldoende verstrooiingsstappen hebt gehad. Dus je moet, ook hier geldt weer, je moet voldoende verstrooiingsevents in het echt hebben om te zorgen dat het licht eigenlijk zijn herinnering van de invalsrichting kwijtraakt. Dat het echt de richting echt gerandomiseerd is. Nou, die diffusievergelijking, die wet van Fick, kan je, of vanuit de transporttheorie, kan je door gaan rekenen. Je kan, uiteindelijk kan je een aantal resultaten afleiden. Ik ga de belangrijkste hier even geven. Als je een oneindig breed, oneindig diep medium zou hebben, en daar middenin zou je een puntbron zetten die licht isotroop alle kanten op uitstraalt. Dan zou de fluence rate op een afstand r van die lichtbron en op een tijd t, dus laten we zeggen dat de lichtbron ook nog alleen maar op t is 0 heel even kort licht uitzendt, dan is de fluence rate op afstand r van die lichtbron en op tijd t gegeven door deze vergelijking. Je ziet in deze vergelijking zie je de lichtsnelheid c, je ziet de tijd t en alleen de diffusiecoëfficiënt d en de absorptiecoëfficiënt mu a. C keer t is gelijk aan de padlengte L van het licht, dus we kunnen die substitutie kunnen we hier even maken. Dat is vooral voor die laatste term is dat interessant, want we zien nu hier een e tot de macht min mu a keer L, wat in feite weer een Lambert-Beer, de wet van Lambert-Beer is, maar nu langs de lengte van het pad van het foton. Dus dat betekent dat het licht gewoon random diffuus heen en weer verstrooid wordt, maar dat absorptie plaatsvindt langs het pad van het licht. Deze vergelijking wordt nog een stukje simpeler als we het licht aanhouden, bij wijze van spreken. Dus het is nu een puntbron in dat oneindig brede en oneindig diepe weefsel die voortdurend licht uitstendt. Dan wordt de dimensie tijd, maakt dan niet meer uit. We krijgen dan de steady state, de vaste toestand. Dus dan wordt de uitdrukking voor de fluence rate wordt nog simpeler. Met alleen de d hier, de diffusiecoëfficiënt, en weer een effectieve attenuatiecoëfficiënt. Die effectieve attenuatiecoëfficiënt die valt eigenlijk net vrijwel analoog aan het 1D-geval. Dat is natuurlijk het leuke. Valt te schrijven als mu a gedeeld door de diffusiecoëfficiënt. Dus weer de diffusiecoëfficiënt naar de wortel uit. Of gelijk aan, dit is de factor 3 zie ik. De wortel uit mu a keer mu a plus mu s prime keer 3. De mu a die hier in het groen staat, dat is deze mu a. Dus de rest van de factoren mu a en mu s en mu s prime, die komt uit de diffusiecoëfficiënt. Je ziet dat ik hier een beetje aan het rommelen ben met de absorptiecoëfficiënt. Hoort hij nou wel of hoort hij nou niet in de diffusiecoëfficiënt thuis? Nou, je kan begrijpen dat als je de hele dag bezig bent met dit soort berekeningen, dat je blij bent dat er op een gegeven moment een beetje controverse ontstaat. En in de literatuur is tot een jaar of 10 geleden is er flink hard gevochten over wel of die absorptiecoëfficiënt nou wel of niet in de diffusiecoëfficiënt wordt. Dus eigenlijk is de vraag van, is dit de juiste uitdrukking voor de diffusiecoëfficiënt? Of is dit de juiste uitdrukking voor de diffusiecoëfficiënt? Theoretisch gezien kan je dat eigenlijk niet beslissen, want als je de afleiding begint met de transportvergelijking, wat in feite een balans was tussen
verliestermen en winsttermen. Ja, de absorptie is een verliesterm, dus normaal gesproken zou je die gewoon mee moeten nemen. Dus als je op die manier met de transportvergelijking begint, en je gaat dan die benadering doen met die sferische harmonische en de Legendre-polynomen, om daar op een diffusieachtige vergelijking uit te komen, en je rekent het allemaal netjes door, je doet je boekhouding, dan komt mu a gewoon terecht in de diffusiecoëfficiënt. Aan de andere kant, als je zegt van ik ga die hele afleiding beginnen met absorptie op 0 zetten, zonder absorptie, en ik ga die absorptie later toevoegen. Als ik de padlengtes van die fotonen kan uitrekenen, dan kan ik later altijd nog Lambert-Beer toepassen. En dan kan ik op die manier absorptie verrekenen. En als je dat doet, dan kom je op de rechtervergelijking uit. Dus dan zit nu de absorptiecoëfficiënt zit niet in de diffusiecoëfficiënt. Ja, heel veel mensen hebben elkaar om de oren geslagen met artikelen, met afleidingen, met fysische principes, met wat al niet. Ook met experimenten. Uit experimenten blijkt dat ze allebei niet werken, ook niet goed werken. Omdat je meestal niet aan die randvoorwaarden voldoet. Dat je ver van de bron af moet zitten. Kortom, het heeft een tijdje geduurd. Uiteindelijk blijkt dat als je de tijds opgeloste diffusievergelijking en de steady state diffusievergelijking netjes in elkaar wil omrekenen, dan lukt het je eigenlijk alleen maar goed als je deze vorm aanhoudt. Dus de vorm waarbij de absorptiecoëfficiënt niet in de diffusiecoëfficiënt zit, en waarbij die dan later eventueel kan worden toegevoegd met de wet van Lambert-Beer. In mijn 1D diffusiecoëfficiënt stond die wel. Dat impliceert een beetje dat die daar eigenlijk ook niet in moet zitten. Wat dus eigenlijk impliceert dat ik die hele afleiding opnieuw zou moeten doen, maar dan zonder absorptie. Ik heb geen zin om die hele controverse opnieuw op te starten, dus ik laat het maar even voor wat het zo is. Voor het 3D geval zou die dus niet in de diffusiecoëfficiënt moeten zitten. Even terug, waar staan we nu? Waar zitten we nu? We zaten zo net bij een puntbron in een oneindig breed, oneindig diep medium. Dus ergens midden in een oneindig groot stuk weefsel. Dat is nog niet een heel bruikbare situatie. De beste benadering voor een bruikbare situatie is dan weer dat half oneindige medium. Dus een medium dat weliswaar oneindig breed en... oneindig breed is en oneindig diep is, maar waar we in ieder geval een grens hebben tussen weefsel en een soort ambient en een omgeving. Als we dat doen, dan kunnen we richting een plus z richting definiëren, zoals hier. En we kunnen wat randvoorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat licht wat één keer ontsnapt is, dat niet terug het weefsel in kan gaan. Dat soort randvoorwaarden die we eerder ook gebruikt hebben. Betekent ook dat we dan, in dat geval kunnen we de fluence rate en bijvoorbeeld de flux uitrekenen op de rand. Dus als we eerst de fluence rate uitrekenen, dan kunnen we met behulp van de wet van Fick, kunnen we de flux uitrekenen op de rand. En als we dan de flux vanuit het weefsel in het medium tot in het medium uitrekenen, dan kunnen we de reflectie uitrekenen. En dan kunnen we iets meetbaars uitrekenen. We zouden ook nog voor brekingsindex mismatches tussen het weefsel en het omliggende medium kunnen berekenen, et cetera. Een laserbundel, bijvoorbeeld, laten we zeggen dat we dit stuk weefsel met een laserbeam zouden belichten. Die zijn nog weer wat moeilijk te modelleren. Dus wat we doen is we doen alsof het licht toch weer uit zo'n puntbron komt. Want daar hadden we de fluence rate al voor uitgerekend. Dus het licht komt uit een puntbron die op een bepaalde diepte... we doen net alsof het licht uit een puntbron komt die op een bepaalde diepte in het weefsel ligt. Nou, als we dan, het blijkt dan dat als we aan de randvoorwaarden voor dat medium willen voldoen, dus bijvoorbeeld de randvoorwaarden dat er geen gereflecteerd licht terug het medium in mag gaan, dan blijkt dat we nog een tweede bron nodig hebben. Nog een virtuele puntbron, een gespiegelde puntbron, die nodig is om, dat is dan een mathematisch construct uiteraard, die nodig is om, het, om de boundary conditions, om de randvoorwaarden te aan te voldoen. Dus wat we nu kunnen doen is, voor die twee puntbronnen kunnen we de fluence rate uitrekenen op de rand. En nog weer met de wet van Fick kunnen we dan de fluxen uitrekenen over de rand. En dus kunnen we uitrekenen hoeveel licht er uit het weefsel ontsnapt.
Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld doen voor deze situatie. Dus een laserbeam, een penselbeam die langs de plus-x-as het weefsel inschijnt. We kunnen die fluxus uitrekenen en dan kunnen we uitrekenen hoeveel licht er ontsnapt als functie van radiale coördinaat rho op de weefselovergang. Dus rho is dan x kwadraat, de wortel van x kwadraat plus y kwadraat. Een radiale afstand vanaf de laserbeam. Daar komt een vergelijking uit, die ziet er zo uit. Het is weer hetzelfde als wat we eerder hadden. Die vergelijkingen zien er in eerste instantie behoorlijk onwerkbaar uit. Maar als je dan wat beter kijkt, dan blijkt het toch gelukkig wel mee te vallen. We hebben hier een aantal afstanden in zitten. R1 en R2, dat zijn afstanden vanaf die virtuele bronnen. Dus die puntbron in het weefsel en die virtuele puntbron die daarboven hing. Tot aan de xy-coördinaat waar we willen kijken. Dus z is een diepte, z0 is de... Voor deze vergelijking is z0 is de plaats van de eerste puntbron hier. Z0 met deze d's erbij is de plaats van de virtuele puntbron die hier rechts hangt. Rho is de afstand langs de weefselrand. En z0 is dan de diepte nogmaals van die eerste puntbron. Nou, die kunnen we in principe vrij kiezen. Maar voor het gemak kiezen we die op een diepte... nu als prime tot de macht min 1, dus op 1 trots 1 vrij reduced path length. En dat betekent, als we dat doen, dat de mirror positie, dat die, of de virtuele puntbron, dat die op deze hoogte terechtkomt. Dus we hebben nu gedaan hebben, is nu alvast al die afstanden uitgedrukt in termen van de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Nou, de diffusiecoëfficiënt die hangt ook af van de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. En verder hebben we nog de effectieve verstrooiingscoëfficiënt, of de effectieve attenuatiecoëfficiënt in deze vergelijkingen zitten hier, in de exponenten. En die is ook weer uitgedrukt in termen van de optische eigenschappen mu a en gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Dus hoewel die vergelijking er heel erg ingewikkeld uitziet, is die uiteindelijk maar een functie van twee optische eigenschappen. Namelijk mu a, de absorptiecoëfficiënt, en de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Nou, dit is deze vergelijking kan je heel goed gebruiken als je bijvoorbeeld licht op een fiber op z is 0 het weefsel instuurt en dan hier op een bepaalde afstand rho een fiber neerzet om het licht weer op te vangen. In principe zou het signaal wat je meet zou moeten worden gegeven door deze vergelijking. Zou moeten worden gegeven, het wordt alleen gegeven als je aan de voorwaarden van diffusietheorie voldoet, wat betekent dat je... Dat die afstand rho niet te klein mag zijn, want als je te dicht bij je bron zat, dan gold het niet. Dus als die afstand groot genoeg is, dan kan je deze vergelijking gebruiken om je signaal af te schatten. Dus een veel gebruikte meetmethode is dat één fiber wordt gebruikt om licht het weefsel in te sturen, en dat hier een aantal fibers op een aantal afstanden, rho 1, rho 2 en rho 3, et cetera, vanaf die bron staan om het licht weer op te vangen. Je krijgt dan een aantal metingen R als functie van rho 1, rho 2, rho 3. En als je dat aantal fibers groot genoeg maakt, dan heb je op een gegeven moment een aantal vergelijkingen. In feite heb je er twee nodig. En dan heb je, als je twee vergelijkingen hebt en hier heb je twee onbekenden, dan zou je in principe genoeg moeten hebben om die op te lossen. Dus met drie fibers wordt het nog wat beter. Dus deze vergelijking hier is van grote praktisch nut. Uiteraard zijn er ook weer nadelen. Dat kan ik je laten zien door bijvoorbeeld die vergelijking van de... Als ik die vergelijking van de vorige dia zou integreren over alle afstanden rho. Dit is in cylindrische coördinaten, vandaar dat er rho d rho staat. Dan zou ik eigenlijk al het licht wat ontsnapt uit het weefsel optellen. Dus wat ontsnapt op alle afstanden rood zou ik bij elkaar optellen. Dus ik zou berekenen hoeveel licht er totaal weer ontsnapt uit het weefsel. Dat kan ik uitrekenen. Maar ik heb in mijn berekening bepaalde randvoorwaarden, bepaalde boundary conditions gebruikt. Bijvoorbeeld over dat er geen licht terug het weefsel in kan gaan als het één keer ontsnapt is. Je kan een aantal randvoorwaarden opstellen die allemaal fysisch gezien even juist zijn.
Maar toch, als ik dat doe en ik ga deze berekening doen, kan ik toch net verschillende uitkomsten krijgen. Dus je ziet hier een set lijnen. Op de horizontale as staat de absorptiecoëfficiënt gedeeld door de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. Op een logaritmische schaal. En op de verticale schaal staat de reflectance, dus wat er dan totaal ontsnapt volgens deze integraalvergelijking hier. Uitgerekend bij verschillende randvoorwaarden. Die oranje lijn hier waar transport bij staat, dat is een benadering voor de radiative transport equation, voor de RTSL. En al die andere codes hier, die staan voor de reflectende in diffusietheorie bij een aantal verschillende randvoorwaarden. Nou, en je ziet bij een bij lage ratio mu a gedeeld door mu s prime ontloopt het elkaar niet zoveel. En als de absorptie erg hoog wordt, dan zie je dat er toch wel redelijke verschillen gaan ontstaan. En nogmaals, fysisch gezien zijn al deze randvoorwaarden even geldig. Dus je kan op basis van de theorie kan je niet zeggen welke beter of slechter is. Nou, dan moet de proof of the pudding moet dan in het experiment liggen. Dus dat is uiteraard ook geprobeerd, hebben wij ook geprobeerd. Dus hier zie je de twee verschillende bolletjes zijn twee verschillende sets metingen. Eén set metingen is uitgevoerd bij een relatief lage verstrooiingscoëfficiënt. En daar is dan de absorptiecoëfficiënt is telkens wat hoger gemaakt, zodat we langs de horizontale as kunnen lopen. En daar komen dan de witte bolletjes uit. We hebben diezelfde set metingen ook gedaan bij een wat hogere verstrooiingscoëfficiënt. En ook daar weer dan de absorptiecoëfficiënt verhoogd, zodat we langs deze as gaan lopen. Daar komen dan de zwarte bolletjes uit. Zoals je ziet is de meting niet nauwkeurig genoeg geweest om uitsluitsel te geven welke theorie beter is. Je zou wel kunnen zeggen dat deze het waarschijnlijk niet zo vreselijk goed doet, maar voor die andere is het toch lastig om dat dus te kiezen. Dus dat is nog wel een theoretisch probleem wat er nog steeds ligt. Er zijn gewoon verschillende oplossingen mogelijk binnen deze diffusiebenaderingen. Dat is in feite een beetje het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we hier wel zien dat in al deze theorieën de reflectie die we hier meten, die hangt alleen af van de ratio mu a gedeeld door mu s prime, gedeeld door de gereduceerde verstrooiingscoëfficiënt. En mu s prime is dan weer, mu s keer, het gaat een beetje mis, mu s keer 1 min g. Dus het hangt af van die ratio en van dit product, dus niet van de verstrooiingscoëfficiënten mu a, mu s en g individueel. Dat betekent in ieder geval dat je een soort schalingsrelaties hebt, dat als je het voor één set coëfficiënt hebt uitgerekend, dan weet je dus ook wat je kan verwachten bij een andere set coëfficiënten. Goed, nou nogmaals, dit is omdat het hier beter opgeschreven staat dan ik het zelf kan zeggen, is dit een mooie quote uit het boek. De ground truth, de absolute waarheid is de radiative transport equation. Maar die kunnen we gewoon niet oplossen, behalve dan in hele simpele geometrieën. Dus dan is de fusievergelijking is een goede benadering. Het is je maakt een reeksontwikkeling van de transportvergelijking in sferische harmonischen en in Legendre polynomials. En die breek je af naar twee termen, naar de nulde en de eerste orde term. Dat betekent dat je de prijs daarvoor is dat er een bepaalde limit of validity is, een bepaalde geldigheid. En die uitzicht vooral in het feit dat licht voldoende gerandomiseerd moet zijn. Dat betekent dat je niet te dicht bij lichtbronnen mag zitten. Met andere woorden, dat licht voldoende vaag verstrooid moet zijn geweest, zodat de richting gerandomiseerd wordt. Als je te dicht bij de bron zit, dan voldoe je niet aan die voorwaarden. En je voldoet ook niet aan de voorwaarden als de absorptie te hoog is, want dan is het licht al verdwenen voordat het vaak genoeg verstrooid is. Er zijn een paar vuistregels, het is eigenlijk een vuistregel te noemen voor wanneer geldt dit nou wel. Als het licht vaker verstrooid is dan 4 keer mu s prime
keer L, keer de padlengte, dan zal je wel aan deze limiet voldoen. Dus dat is dan de beste manier hebt om af te schatten of je in een bepaalde geometrie wel of niet deze benadering kan gebruiken. Goed, dit is de samenvatting eigenlijk van dit laatste college. Dus de energiebalans opmakend hebben we dat we eigenlijk maar een paar geschikte analytische methodes hebben om lichttransport in weefsel te beschrijven. Het eerste is de volledige radiative transport equation, de transportvergelijking, die is exact, maar moeilijk op te lossen. We hebben de diffusiebenadering eigenlijk, waarbij we alleen de eerste en de nulde en de eerste orde in de reeksontwikkeling nemen. Geeft simpeler oplossingen voor reflectance, voor fluence rate. Het geeft een aantal schalingsrelaties die we nuttig kunnen gebruiken. Alleen de geldigheidslimiet is beperkt. Dan zou je je kunnen afvragen wat er gebeurt als je die reeksontwikkeling, als je nou een paar hogere orders meeneemt. Dat kan je doen, maar al heel snel. Dus we hebben nu de nulde en de eerste gebruikt. Als je de nulde, de eerste, de tweede en de derde gebruikt, dan krijg je nog uitdrukkingen waar je analytisch wat mee kan. Als je nog meer termen mee gaat nemen, dan wordt het alweer te ingewikkeld om op te lossen in simpele geometrieën. Dus eigenlijk is dit... Eigenlijk is dit ongeveer waar we nu zijn blijven steken. Goed, dit is wat ik hierover nog wilde vertellen. Wat ik van je verwacht hier is niet dat je de berekeningen gaat reproduceren, maar wel dat je weet dat deze theorieën bestaan. En dat je ook weet wat de limieten van de geldigheid zijn, wanneer je hem wel of niet kan gebruiken. Als ik je vraag van ik zet twee fibers vlak naast elkaar en ik bereken de reflectie met behulp van diffusietheorie, dan wil ik wel dat jij aan de bel trekt en zegt van, maar wacht eens even, die afstand is te kort. Hier ga je geen geldige resultaten uitkrijgen. Zijn er vragen op dit moment hier?